Was jij nog gechoqueerd toen je het filmpje van Patricia zag? Ja. Gechoqueerd om de handeling? Nee. Maar ik denk dat dat het ook niet zo interessant maakte. Waarom het is natuurlijk massaal gedeeld. Via WhatsApp, via internet. Ja. Het ging natuurlijk om, je ziet iemand die je kent. En je gaat toch kijken. Ja. Dat is het. En dan denk je zo, dat wil ik ook zien. Vooral omdat mensen zeggen, heb je het nog niet gezien? Dus heb je het nog niet gezien? Ja. Ga je toch kijken? Ik kreeg het ook van heel veel kanten opgestuurd. Ja, dus gechoqueerd, nee. Maar ik dacht ook wel, het is natuurlijk heel negatief wat je over je heen hebt gekregen. Ik dacht ook wel, who cares? Ja? Wie, net alsof je homo of lesbi of transgender bent, wie gaat dit nou eigenlijk aan? Ik bedoel, het wordt verspreid en dan ga je kijken, maar wie gaat het nou eigenlijk aan? Ja, laten we even teruggaan naar die dag. Jij dacht misschien in eerste instantie, want je wist al dat die beelden ergens rondzwierven. Heb je gedacht, ik kan het nog tegenhouden? Nee, ik hoorde dat van mijn management, dat iemand dat zei, dat dat er was. En toen dacht ik, nee, dat kan helemaal niet. En toen hoorde ik nog een heel raar verhaal met een hondje. Ik denk, nou, dat ben ik helemaal niet. Je dacht niet meteen aan dat filmpje? Nee, dat dacht ik. Want je wist wel dat dat gemaakt was. Ja, dat was alweer een tijdje geleden in een ballorige bui, denk ik. Ja, je had in de Linda over een beetje truth or dare-achtige sfeer. Ja, ja, precies. Ja. Precies. Ga maar terug naar het stopcontact, hè. Ja. Douw je vingers niet, stopcontact, tuurlijk. En ik deed want het. Ja. Ja. Eigenlijk niet your cup of tea. Ik ben iemand die sowieso uitdagingen en dingen proberen. Eigenlijk wat jij eigenlijk bij BNN hebt gedaan. Ik ben ook zo. Ik wil alles proeven, alles weten, alles. Altijd zo geweest? Of is altijd dat zo geweest. Dat alles proeven is niet helemaal goed gegaan dan. Nee, dat weet je niet. Hoe herinner je je die dag? Dat je wist, het gaat als een soort tornado het hele land door. Hoe herinner je je die dag? Hoe ben je die doorgegaan? Ja. Nou, toen ik eenmaal wist dat het inderdaad, want iemand stuurde het toen naar mij. Ik zeg, stuur het eens naar mij. En toen dacht ik, shit, ja. Ik kan niet zeggen dat ik het niet ben. Nee. 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 Ja, dat je stort gewoon helemaal in elkaar. Je denkt, nou ja, ik sta zo vergek. Zo erg. Zo erg. Zo heeft nog nooit iemand mij gezien of wat dan ook. Of zou dat niet eens kunnen bedenken. Nee. Maar toen heb ik wel gehuild. Ja, ik heb wel gehuild, heel erg. En ik dacht meteen aan mijn kind. En aan mijn vader en moeder. En ik dacht ook meteen, hoe kan dit nou gebeurd zijn? Hoe kan dat? Ik snap dat niet. Ik snapte helemaal niet hoe dit heeft kunnen gebeuren.